gaan een van de allerlekkerste en allermooiste klassiekers maken van de Indische keuken. En dat is eigenlijk de rendang. En de rendang is een gerecht wat ook eigenlijk op heel veel manieren gemaakt wordt. En dat is wel het mooie. Elk dorpje heeft eigenlijk zijn eigen rendang. Het is een gerecht wat vroeger werd gemaakt om het heel lang te laten stoven, zodat ze het ook heel lang konden bewaren buiten de koelkast. Want die koelkast, die was er natuurlijk niet en ze wilden wel vlees eten. En rendang was daardoor als stoof- en als smoorgerecht uitstekend om nog een paar dagen langer te bewaren. Het was natuurlijk bloedheet daar, dus je kon het niet te lang bewaren. Maar het was wel een gerechtje wat je na een paar dagen nog kon eten. Nou, we gaan een recept maken naar receptuur van Agus. Dus ik heb veel overleg gehad met Agus. Ik mag de details prijsgeven, dus kijk mee. Ik heb ruime olie gedaan. Het vlees in mooie stukken gesneden. Het is rundvlees wat we gebruiken. Gewoon lekker stoofvlees met een klein beetje vet er nog aan. Nou, het hoeft helemaal niet hard aangezet te worden. Dus eigenlijk is het gewoon belangrijk dat we het even dicht gaan schroeien. Maar toch niet te hard aanbakken. Gewoon een beetje smoren. Nou, ondertussen, als dit aan het smoren is, ga ik mijn boemboe maken. Boemboe bestaat uit Laos, gember, rode peper, citroenblad, sterrenijs, citroengras en wat kardamom. Nou, om hem wat smeuiger te kunnen malen, doe ik er de sambal bij die eigenlijk in de rendang gaat. Dus dan heb ik alvast een hele mooie massa die ik veel glad kan draaien. Wil je wat minder pittig, doe je de helft van de sambal bijvoorbeeld. De boemboe is klaar, ik ga de kruiden erbij doen. Het vlees is mooi van kleur. Nou, ketumbar, nootmuskaat, kaneel, kruidnagel, curry en een beetje speculaas. Dat ga je weer lekker een beetje mengen. Nou, die geur die nu tegemoet komt, is waanzinnig. Gewoon met je ogen dicht ben ik gewoon al op Sumatra. Mooi donker. Dit ga je eigenlijk een klein beetje mioteren. Dat wil zeggen dat je die kruiden, die droge kruiden, even in olie en met dat vlees een beetje gaat aanzetten. Dan wordt die smaak wat zachter, is de bitterheid een beetje weg en geeft het ook veel meer smaak af. Dan gaat de boemboe erbij. Is mooi fijn gemalen. En toch nog een beetje een bijtje zit erin. Dus een beetje structuur. Zout. En het ruikt nu al rendang. Kokosroom die zit erin. We roeren het even goed door. En dan, als laatste, doe ik salamblad erin. Dat is eigenlijk een beetje de Indische laurier. Iets minder van smaak, minder sterk. Doe een klein scheurtje er weer in. En die gaat toch genoeg smaak afgeven. En later kan ik hem zo eruit halen weer. En dan ongeveer 3 uurtjes heel langzaam laten pruttelen. En eigenlijk moeder had altijd vroeger zo'n bakkelieten plaatje. Dat je die op je pitje zet en daar de pan op. Dat je eigenlijk zo langzaam mogelijk het laat doorgaren. Hoe langzamer, hoe beter. We zijn een paar uur verder. Hij ruikt fantastisch. Ik haal het salamblad eruit. Hij is helemaal goed eigenlijk. Maar zou je hem wat droger willen, dan kun je een beetje afbinden met kokosrasp. In veel recepten zit die kokosrasp al van het begin erin. Ik doe dat altijd als laatste, want dan kun je heel goed kijken als hij wat nat is. Dan kun je hem afbinden met die kokosrasp. En dan is hij helemaal top. Ik ben er blij mee. Goed, we mengen hem nog even door. En dan is hij klaar om geserveerd te worden. Nou, het allerlekkerste gewoon met witte rijst. Niks meer aan doen. Nou, dit is hem dan. De rendang van Agus.
Heel stiekem weet ik eigenlijk niet of ik het wel had mogen vertellen, maar ja. Voor jullie van Chefflix. Eet smakelijk.